Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door gemeente Zandvoort en VVV Zandvoort. Welkom bij het Zandvoort Journaal. De komende weken praten we u bij over de gebeurtenissen op en rondom het circuit. In deze aflevering een reportage over het Deutsche Tourwagenmeisterschaft, oftewel de DTM op Zandvoort. Een van de hoogtepunten van het raceseizoen op het circuit van Zandvoort is de DTM-race. Het Deutsche Tourwagenmeisterschaft, oftewel het Duitse racekampioenschap, trekt ieder jaar rond de 40.000 bezoekers. De eerste race van de DTM werd in 1984 op Zandvoort gehouden. Het kampioenschap wordt gedomineerd door Mercedes en Audi en na het startschot breekt letterlijk de hel los op het circuit. De DTM-race werd dit jaar gewonnen door de Brit Gary Paffett. Naast de koningsklasse zijn er ook nog andere klasses actief. Eén daarvan is de Seat Leon Supercoppa, waarin Zandvoorder Dylan Koster actief is. De winnaar van de Pinkse races in 2002 is sinds 1996 actief in de autosport. Omdat Dylan in zijn jeugd een ongeluk heeft gehad, heeft hij bijna geen stem meer. 16 jaar geleden. En daarbij is je strottenhoop beschadigd. Ja, in principe. Alles is doorgesneden. Rugpijn, slokdarmen, strothoofdreis, alles kapot. Behalve mijn ruggenwervel, die was nog heel. Het is eigenlijk een wonder dat je nog leeft. Ja, zeker weten, ik had er eigenlijk niet meer moeten zijn. Dylan had uiteindelijk een slecht raceweekend. Omdat hij schade opliep aan een band, moest hij voortijdig de race verlaten. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door gemeente Zandvoort en VVV Zandvoort.